Oké, hallo. Je ziet, zijn we tijdvak 6, tweede keer dat we dat gaan doen. Vorige keer hebben we tijdvak 5 gedaan. Hopelijk heb je dat goed eventjes bekeken. Als je het niet hebt gedaan, doe het alsnog, want het loopt elkaar door. Eerst tijdvak 5 en dan pas tijdvak 6. Tijdvak 6, maar 4 kenmerkende aspecten, maar sommige zijn wel erg belangrijk. Nummertje 24, dat is eigenlijk het hoogtepunt van de Nederlandse geschiedenis. Daar krijg je altijd vragen over op examens en op toetsen. Nou ja, ja, altijd. We beginnen met de eerste. Dat is het streven van Voorst naar absolute macht. Daar staan dus een bepaald aantal termen bij die belangrijk zijn. De absolute macht, naar het voeren van absolute macht door een koning of een alleenheerser, dat heet absolutisme. Dus één leider is absoluut helemaal aan de macht. En dat heeft dus te maken met die term die we al in tijdvak 5 hebben gezien, hè? Centralisatiepolitiek. Dus dat een koning vanuit één punt alles kan besturen in Rome. Nou, dat heeft dus direct te maken met absolutisme. Absolutisme is eigenlijk centralisatiepolitiek die helemaal geslaagd is. En dan, na een tijdje, krijgt die heerser dus zoveel macht, kan het allemaal vanuit één plek doen, dat hij opeens een absolute vorst is. Dan heb je dus absolutisme bereikt. Dan ben je als koning heel erg blij. Nou, centralisatiepolitiek zagen we al terugkomen in tijdvak 5. Toen Karel V en Philips II in de Nederlanden de macht naar zich toe probeerden te krijgen. En dat mislukte. Er kwam een opstand en zij werden eruit gebonjourd in die 80-jarige oorlog. En niet Karel V, die was al overleden, maar Philips II werd eruit gebonjourd in de 80-jarige oorlog. Maar hoe zou een land eruit zien als dat niet was gebeurd en die koning had wel alle macht kunnen krijgen? Nou, dat zien we dus in Frankrijk, waar Lodewijk XIV, hè, zo schrijf je dat in de ouderwetse manier, Lodewijk XIV is daar die koning. Wat is zijn plek waarin hij dus alle macht heeft? Dat is Versailles, het paleis van Versailles. Dat prachtige paleis, daar is zijn werkkamer en vanuit Versailles bestuurt hij heel Frankrijk. Nou. Die centralisatiepolitiek die moet dus macht afnemen van de adel. En een beetje van de geestelijkheid, maar met name is die adel de grote concurrent van de koning. De koning is in feite ook gewoon een edelman die de nummer 1 positie heeft weten te krijgen. Maar altijd zijn er andere edelmannen die ook proberen macht af te nemen of misschien wel de nieuwe koning willen worden. Dus hij moet die adel eigenlijk onder controle zien te houden. Nou. En in de middeleeuwen was het moeilijk, maar nu in tijdvak 5 en 6 is het makkelijker geworden. En weet de koning echt de heerser te worden? Nou, je denkt altijd de koning is de heerser, maar dat is dus niet altijd zo. Alleen een absolute koning is echt de baas. Goed, alle macht. Ja, alle macht. Je kunt natuurlijk nooit echt alle macht hebben. Hoe werkt dat nou? De volgende gebieden. Daar moeten we naar gaan kijken als we willen proberen te begrijpen wat absolutisme precies inhoudt. Nou, politiek en militair, dat is natuurlijk het belangrijkste voor een koning, want politiek is macht en het leger, dat is de meest machtige organisatie waar je een baas van kunt zijn. Nou, hoe doet hij dat? Het gaat om geld. De koning moet geld hebben. En dat geld kan hij besteden aan het bestuurswerk. Hij besteedt het aan ambtenaren uit de burgerij. Die ambtenaren uit de burgerij, die hebben geen adellijke titel, geen adellijke landgoederen waar ze altijd rijk van zullen worden. Dat zijn gewoon burgermannetjes, zoals jij en ik. En die hebben dus niet een erfelijke bezit, bijvoorbeeld een prinsdom of een graafschap waar ze altijd inkomsten van zullen krijgen, maar die zijn afhankelijk van hun salaris. En als de koning hen een salaris geeft, dan doen ze alles wat de koning wil. Dus die burgerambtenaren zijn heel belangrijk, zodat die macht voor het uitvoeren van het beleid van de koning niet meer bij de adel ligt, maar bij de ambtenaren uit de burgerij. Nou, die betaalt hij er gewoon voor. Kost wel wat geld natuurlijk. Het is een dure hobby, absolutisme. Nou, dat is op politiek punt belangrijk. Hierbij kun je ook zeggen dat hij de adel, de koning dus, hè, Lodewijk XIV, nodigt de adel uit op zijn paleis, zodat ze leuke feestjes kunnen houden en lekkere kroketten kunnen eten. Al daar in zijn paleis kan hij ze goed in de gaten houden.
En hij kan ook ervoor zorgen dat ze dus niet in hun eigen graafschapjes en hertogdomtjes, hè, waar de adel dus van oudsher de macht probeert te behouden, dat ze daar dus weg zijn, op zijn paleis worden afgeleid door feestjes. En zodoende de koning Lodewijk XIV met zijn ambtenaren de macht in die, die graafschapjes en hertogdomtjes over kan nemen. Dus het afleiden van de adel. Dat kun je noemen bij politiek. Militair. De adel zat ook in het leger. Van oorsprong was de adel eigenlijk gewoon een legerorganisatie. Je moet denken, vroeger was de koning een soort generaal. En al zijn, zijn officieren, zijn luitenants en zijn kapiteins, dat waren dan de leenman, de lagere adel. Waar hij dus nu die problemen mee heeft. Nou, de aanvoerders in zijn leger, die waren dus van adel. En de normale mensen, dat waren dan de voetsoldaten. Hij wilde dus die adel uit het leger krijgen. Nou, hoe doet hij dat? Hij betaalt gewoon zijn soldaten. Hij zorgt dat alle soldaten uit de burgerij komen. Dat betekent dat hij wat meer, vooral de officieren, de hogere soldaten, moet hij kopen. Hij moet ze in dienst nemen. En dat mogen dus ook burgers zijn. Nou, dat heette ook wel huursoldaten. Dat zijn dus ingehuurde soldaten. En hij zorgt ervoor dat hij ze betaalt. En dat ze dus niet worden betaald vanuit een positie als edelman. He, dus dat ze vanuit een erfelijke bezit altijd geld krijgen. Nou, dit politieke en het militaire zorgt ervoor dat die adel in het leger en in het bestuur eigenlijk niet meer nodig is. Al het werk wordt gedaan door betaalde burgerambtenaren. En daarom heeft die adel ook niet zoveel macht meer. Als ze zeggen, nou, we stoppen gewoon met ons werk als er niet naar ons wordt geluisterd. En zegt de koning, welk werk? Je hebt geen werk meer, want ik betaal mijn ambtenaar om alles te doen. Jullie zijn nutteloos voor mij. Nou, de adel werd dus steeds meer nutteloos. Het gevolg was wel dat er dus dat ze wel hun inkomsten kregen van hun graafschappen, maar ze deden eigenlijk niks meer. Het was natuurlijk niet financieel heel goed. Je betaalt ambtenaren om het werk te doen dat de adel eigenlijk had moeten doen. Op economisch punt werkt het absolutisme zo. Dat heet mercantilisme. Mercantilisme, dat betekent letterlijk de koning die is als handelaar bezig. Hij ziet zijn land als een bedrijf. Ja, ik heb geen stift. Mercantilisme moet hier komen te staan. Mercantilisme, de koning probeert de economie zoveel mogelijk te beïnvloeden. Nou, hoe kan een koning dat doen? Hij kan vooral zorgen dat er belasting wordt geheft. Op bepaalde punten. Met name tolheffingen zijn belangrijk. Inkomsten van buitenaf, bijvoorbeeld uit Holland, die krijgen een hoge belasting. En producten die je uitvoert, krijgen zelfs belastingvoordeel. Sterker nog, ze krijgen geld toe. Subsidie heet dat. Zo kun je ervoor zorgen dat minder mensen buitenlandse producten kopen. Dus dat geld niet naar het buitenland gaat. En dat er meer mensen in het buitenland Franse producten kopen. Dus de Nederlandse tulpenbollen, die krijgen een torenhoge belasting. En de Franse parfum krijgt heel veel subsidie. Zodat het betaalbaar wordt voor het buitenland en heel veel mensen Franse producten gaan kopen. Dat zorgt ervoor dat de economie voor een groter deel in Franse handen komt. Dus veel meer van het geld in de wereld komt in Franse handen. Het als nadeel dat dit voor de wereldhandel eigenlijk niet voordelig is. Dat is economisch. Volgende, cultureel. Hofcultuur komt hierbij. Mooie naam, hofcultuur. De koning bepaalt de cultuur in het land en hij zorgt ervoor dat het leven aan het hof, dus in Versailles, dus het hof van de koning is in feite het paleis van de koning, dat dat de norm wordt voor alles wat mooi is. Dat is hofcultuur. Dus ja, als je een schilderij ziet waar een koning wordt geëerd, of een koning, of het hof, de hofhouding van de koning erop staat, adellijke mensen, met de koning helemaal bovenaan, dat is hofcultuur. Alles wat de koning doet, is heel mooi. Als de koning bijvoorbeeld pruiken gaat dragen, nou, dan moet iedereen ook in de wereld pruiken gaan dragen als ze chic willen zijn, volgens die hofcultuur. Als de koning bijvoorbeeld champagne lekker vindt, dan moet ook iedereen champagne drinken, want dat is het chicst. Dat is een hofcultuur, heel erg gericht op de koning. Nou, religieus. Religieus, nou,
hij moet natuurlijk een bepaalde verantwoording hebben waarom hij alle macht heeft en niet een of andere dodo dat alle macht heeft. Nou, hij is heel makkelijk. Hij zegt, God wil het dat ik de macht heb. En dat heeft hij de term droit divin. Ik heb van het heilige recht gekregen. Van God krijg ik het recht om koning te zijn. En daarom is dat recht dus heilig. Als je tegen mij ingaat, ga je eigenlijk tegen God in. Nou, dat is altijd een goede reden. Een trucje om jezelf te rechtvaardigen dat je de macht hebt. En hij had de katholieke kerk daarvoor gebruikt om die boodschap te verspreiden in zijn kerken. En dat betekent dus dat als je niet katholiek was, dan geloofde je ook die boodschap niet. Dan zei je dat het dan was het in feite een puur katholiek iets om Lodewijk de 14e te eren. Dat betekent dus dat die protestanten automatisch niet loyaal waren. En het gevolg en de oplossing daarvoor voor Lodewijk de 14e was dat hij het protestantisme illegaal maakte en alle protestantse kerken sloopte. En hij had ook alle protestanten verwijderd. De protestanten in Frankrijk waren vaak hugenoten. Dat waren Calvinisten uit Frankrijk. Dus hugenoten, dat waren Calvinisten. Naar het woord huisgenoten. Omdat ze geen kerk meer hadden om in te bidden. Nou, dat was dat. Dankjewel. Ik krijg applaus hier in de zaal. Goed, we gaan verder. Dat is de bijzondere plaats van staatkundige opzicht en het bloeiende economische cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek. Ja, dat is een lange. Je weet hè, als een vraag alleen over de economie gaat, dan mag je zeggen de bloeiende economische opzicht van de Nederlandse Republiek. Maar je moet uiteindelijk wel helemaal leren. Nou, termen. Ik heb niet echt specifieke termen hiervoor die je echt moet, die heel erg leidend zijn. Dat komt omdat het eigenlijk gaat over drie onderwerpen. Staatskunde, economie en cultuur. Nou, staatskunde is hier absoluut het belangrijkste van. Het gaat dus over hoe de politiek in elkaar zit. En in de Republiek, hier hebben we het dus over Nederland in de 17e eeuw. We weten uit tijd van vijf, ze hebben de koning eruit gebonjourd. En nu moeten ze zonder koning een staat vormen. Dus ze moeten zichzelf zien te besturen. Nou, hoe doen ze dit? In staatskundig opzicht, dus politiek opzicht, ze hebben geen koning. Ze konden ook geen nieuwe koning vinden nadat ze de Spaanse koning hadden gebonjourd. En dus zijn ze eigenlijk het enige land van Europa zonder koning. Burgerbestuur. Ze hebben dus geen koning, maar ook de adel, die is eigenlijk niet zo heel machtig in de Republiek. Er is wel adel hoor, en die hebben ook bestuursfuncties. Maar de meeste bestuursfuncties gaan naar burgers. Vooral in Holland, dat is het gebied, dus wat nu Noord- en Zuid-Holland is, daar zijn de burgers het machtigst. Want daar zijn rijk geworden van de handel. In andere gewesten, dus het zijn een soort provincies, zijn de adel nog wel heel belangrijk, zoals in het oosten van het land. Nou, dat is wel bijzonder, want het is de eerste keer in de wereldgeschiedenis dat de burgers eigenlijk een land besturen. Nou, en tenslotte, er is geen centralisatie. Ja, die koning is immers weg, dus het kan niet één persoon zijn die alle macht heeft. Maar nog steeds konden er een paar burgers zijn die wel alle macht in handen hebben vanuit de hoofdstad. Maar dat is ook niet het geval. Er wordt niet uit Den Haag alles bestuurd, maar er wordt in elk gewest eigenlijk worden de meeste beslissingen daar genomen. Die gewesten verschilden ook heel erg qua welke wetten er waren en hoe er geleefd werd. Maar dit wordt ook particularisme genoemd, een term die we nog niet echt hebben genoemd, maar als je dat gebruikt, is het een hele goed woord die je makkelijk kunt gebruiken om snel antwoord te geven. Het is namelijk het tegenovergestelde van centralisatie, dat alle macht verdeeld was over de gewesten. Particularisme. Nou, was er totaal geen centralisatie? Nou, jawel, dat was wel een klein beetje. Er was een Staten-Generaal in Den Haag, waar de leden van de verschillende gewesten afgevaardigden naartoe stuurden om bepaalde beslissingen te maken die je wel echt over het hele land moest nemen. Zoals over oorlogsvoering en enkele vormen van belasting. En sommige geloofszaken. Maar oorlogsvoering was daar het belangrijkste van. Vooral van, ja, wie gaat het betalen? Nou, we zien Holland is dan het allerbelangrijkste, want Holland was
steenrijk en de andere gewesten waren minder rijk. Dus als er een oorlog betaald moest worden, dan had Holland de meeste stemmen. En omdat de burgers voornamelijk in Holland aan de macht waren, kun je zeggen dat over heel het land de burgers echt de machtigste waren. Goed, verder is daar een machtsstrijd die de hele republiek lang doorgaat. Je hebt de staatsgezinden en de prinsgezinden. De staatsgezinden, dat zijn in feite die burgertjes die bestuursfuncties hebben. En die willen dat zo mooi zo houden. En er zijn ook nog mensen die vinden eigenlijk dat het niet goed is dat er een burgerbestuur is. En die willen graag dat de prins aan de macht komt. Nou, de prins, dat heb ik net niet genoemd, dat was altijd de stadhouder. En dan hebben we het hier over de prinsen van Oranje. Dat zijn alle mannelijke afstammelingen van Willem van Oranje. Maurits en Willem III, dat soort mensen waren allemaal stadhouders. Die hadden was een soort generaal voor de republiek. Als er geen oorlog was, had hij dus eigenlijk heel weinig macht. En dan was hij dus minder machtig en minder blij. Nou, sommige mensen vonden, ja, we willen eigenlijk niet door de rijke burgerelite worden bestuurd, maar we willen liever een koning hebben. Want deze burgerbestuurders, ja, die zijn rijk, wij zijn arm. Wij hebben liever dat er één koning aan de macht is. Dan wordt het tenminste voor de arme mensen gezorgd. Nou, dit was dus het verschil tussen de staatsgezinden en de prinsgezinden. En dit leidde zelfs in 1672 tot een enorme slachtpartij, waar dus de staatsgezinde bestuurders, de gebroeders de Wit, werden opgegeten door een groep prinsgezinden. En toen kwam Willem III aan de macht. Hij werd een hele machtige man, want hij wist Engeland te veroveren in 1688 en te gebruiken in de oorlog tegen Lodewijk XIV. Nou, daarmee eindigt de staatskundige geschiedenis van de Republiek in de 17e eeuw. In economisch opzicht was de Republiek in bloei, dus het ging heel goed met de economie, door graanhandel, haring of andere vishandel, houthandel, helemaal heel interessant. Dat was belangrijk. Dat kwam voornamelijk uit het noorden, uit de Baltische landen, de Scandinavië, dat soort zaken. Met name, dat was belangrijk. De VOC en de WIC zorgden ook voor veel geld. Daarom overlapt dit kenmerkende aspect op economisch gebied met het kenmerkende aspect wat hierna komt, wat over de wereldhandel gaat. Als we het niet over wereldhandel hebben, dan kunnen we zeggen, ja, de visvangst en de houthandel, en met name de graanhandel in Europa, maakte de Republiek economisch heel erg rijk. Nou, cultureel opzicht, er was heel veel geld beschikbaar voor kunst. Heel veel van die burgers, die vonden het chic om kunst te kopen, schilderkunst vooral. En dat zagen ze ook als investering. Dus daar zat ook, die handelsgeest zat erbij. En wat voor kunst was dat nou? Dat was burgercultuur. Dus in tegenstelling tot in Frankrijk met Lodewijk XIV was daar geen hofcultuur, maar hier een burgercultuur. Burgers bepaalden wat mooi is, wat chic is, wat je op kunst wil afbeelden. Nou, en dan komen de normen en waarden van de burgers komen daarin terug. Nou, wat zien we dus? Alledaagse taferelen. We zien ook Calvinistische, dus protestantse bijbelverhalen zien we terugkomen. En wat burgers belangrijk vinden, bijvoorbeeld nadruk op de beroepen van de burgers. Bijvoorbeeld ambachten of handelaren die je bezig ziet. Nou, en soms ook om je sociale status aan te geven. Om aan te tonen dat je een rijke burger bent. Nou, dan zie je allemaal rijkdom. Bijvoorbeeld een tafel met allemaal hele dure etenswaren. Zoals citroenen en oesters. En kippen. En leeuwerikken. En kangoeroes. Goed. De volgende is dus, dankjewel Rianne. De volgende is dus het wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en begrip van de wereldeconomie. Ja, termen, is handelskapitalisme, kun je als termen zeggen, wereldeconomie. Het is heel eenvoudig en het woord zegt het zelf ook al. Handelskapitalisme, ja, ik weet niet of we dat in de komende toets heel erg terug gaan vragen. Ik denk het niet heel erg. Je moet wel weten, dat is dus
dat je gaat investeren, hè, je winst gaat herinvesteren, werk met aandelen. En het gaat in deze tijd niet om dat je in Nederland producten maakt die je dan elders verkoopt, zoals tegenwoordig dat het een beetje het geval is. Hè. Je maakt hier maak je een Tesla en die verkoop je gewoon zoveel mogelijk en daar krijg je geld van. Dat is niet handelskapitalisme. Handelskapitalisme is mensen elders in de wereld maken wat. Jij koopt dat en je verkoopt het weer elders. En van de winst, daar krijg je je geld van. Dat is handelskapitalisme. Dus dat, er zit niks creatiefs in. Nou goed, ik ga er een beetje snel overheen. Voorbeelden van handelskapitalisme zijn VOC, PIC. De VOC, die zat dus in Azië, niet vergeten, Verenigde Oost-Indische Compagnie. De VOC is de West-Indische Compagnie. Alles wat buiten Europa was, behalve Afrika, werd Indië genoemd. Dus Oost-Indië, dat was tegenwoordig Azië. En West-Indië, dat was Amerika tegenwoordig. In de VOC, daar zaten ze dus in Azië te handelen. Met name in wat tegenwoordig Indonesië is, maar ook andere gebieden hoor. En daar zaten ze vooral te handelen in specerijen, nummer 1. Zijde en porseleinen, vooral specerijen. Die waren in Europa in de 17e eeuw erg populair. En terecht, want die waren natuurlijk om je vingers bij af te trekken. Nou, de VOC pleegde dus wel heel veel geweldsmisdaden en slavernij, ook in Azië. En die hadden een eigen leger, een eigen vloot. Dus die waren heel zelfstandig. Nou, dat kwam om vanwege die grote afstanden natuurlijk. En die gebrek aan een radio en een mobiele telefoons en zo. Dit is ongeveer de WIC. Was minder succesvol. De reden daarvoor is dat het pas na het 12-jarig bestand kon worden opgericht. 12-jarig bestand is een wapenstilstand in de 80-jarige oorlog. Dus het is eigenlijk een onderwerp uit de tijd van 50 een beetje. 80 jaar ging heel lang door. Daar zat dus een wapenstilstand in. En in die wapenstilstand was afgesproken dat de Nederlanders geen handel mochten drijven in Amerika. Dus ze moesten wachten tot die 12-jarig bestand voorbij was. En toen richtten ze de WIC over. Om heel veel handel in handen te krijgen. Ja, maar ze waren te laat. De VOC was er dus 20 jaar eerder, zo ongeveer 19 jaar eerder. En die had al alle handel in Azië zo'n beetje over kunnen nemen. Een monopolie heet dat. Dus dat je de enige bent die bepaalde producten kan verhandelen. Maar de WIC slaagde er niet in. En ze konden veel minder winst halen. Maar toch hadden ze wel wat winst. Dat deden ze door onder andere driehoekshandel. Dus uit Europa naar Afrika gaan slaven halen, naar Amerika gaan slaven verkopen of te werk stellen in je eigen kolonie. En dan met de producten die de slaven hebben gemaakt, tabak, suiker, wat heb je nog meer, katoen, koffie, ik kom vooral later op. Nou, dat soort zaken gingen ze weer terug naar Europa en dat verkochten ze daar. Driehoekshandel. Nou, daar zat dus ook slavernij in. Slavernij begon in tijdvak 5. Dus nu heb je dat ook. Tijdvak 7 wordt het pas een kenmerkend aspect. Nou, ook deden ze aan kaapvaart. Hè? Dat is gewoon piraterij. Dus dat je een Spaans schip ziet, dat je die gewoon aanvalt. En dan vermoord je de mensen die op dat schip werken. En dan neem je de buit over. Nou, de Spanjaarden hadden heel veel goud die ze hadden uit de kolonie. Als je een Spaans schip had veroverd, dan had je een prachtige hoeveelheid goud te pakken gekregen. Nou, basta. Dankjewel. De laatste, wetenschappelijke revolutie. Dit gaat in feite verder op het onderwerp van de hernieuwde oriëntatie op de klassieke cultuur en een nieuwe wetenschappelijke belangstelling uit tijdvak 5. Daar komt een wetenschappelijke belangstelling. Dat is dus niet de wetenschap. Maar er komt interesse in het feit dat mensen dingen over de wereld te weten kunnen komen door zelf heel goed na te denken. Nou, in tijdvak 5 denkt men op een hele gekke manier na. Sommige manieren van nadenken zijn wetenschappelijk, zoals Copernicus. Andere zijn een beetje gek, zoals dat ze magie proberen te onderzoeken. Maar in tijdvak 6 hebben ze de juiste methode gevonden om voor mensen om dus echt de waarheid te achterhalen. De wetenschap. Nou, in de wetenschappelijke methode zaten verder 3 punten. Observeren, redeneren en logisch redeneren en concluderen.
Observeren is daar dus heel belangrijk bij. Experimenten hoort daarbij. Hè? Als je heel nauwkeurig kijkt, als je bijvoorbeeld twee stofjes hebt, je doet ze bij elkaar. Wat gebeurt er precies mee? Waarom gebeurt het? Wat kan ik hieruit concluderen? Dat is de basis van de wetenschap. Ook heel belangrijk daarbij is het kritische nadenken. Wat dus al ontstond bij dat humanisme? Uit de voorgaande kenmerkende aspecten. Ik heb ze volgens mij een beetje door elkaar gehaald. Sorry, ik heb het niet goed gezegd. Die twee overlappen ook gigantisch. Uit de renaissance in feite. Nou, dat werd dus overgehouden. Maar dit was nieuw. In de renaissance hadden ze het observeren, redeneren, concluderen nog niet helemaal door. Maar nu in tijdvak 6 wel. Nou, en daar kunnen ze dus echt wetenschap mee bedrijven. En dan krijg je hele interessante resultaten. Waardoor vooral de overheid ook de wetenschap ging stimuleren. Want dan konden ze bijvoorbeeld betere kanonnen maken of hun land beter maken. Dus dit werd voor het eerst echt gesteund. En nu kon je ook vanwege de steun van de overheid, kon je bijvoorbeeld als beroep wetenschapper worden. De overheid zorgde voor laboratoria en universiteiten en vakvereniging voor wetenschappers. Zodat het echt erkend werd en de wetenschap echt tot uit de grond kon worden gestapt. Voorheen in tijdvak 5 en aan het begin van tijdvak 6 was wetenschap iets voor hobbyisten. Mensen die rijk waren en zich verveelden, die konden boeken kopen en een beetje thuis als een soort Willy Wortel gaan experimenteren. Maar nu werd het echt serieus genomen. Nou, en dit zorgde voor een enorme vooruitgang. En was een belangrijke reden waarom tijdvak 7 de verlichting kon beginnen. Want de wetenschap was als enige in staat echt de wereld beter te maken. Had 1000 jaar lang christendom, heel veel bidden, had eigenlijk niet zo heel veel opgeleverd voor het dagelijks bestaan. Maar de wetenschap kon in 1 eeuw echt bewijzen dat de mens zelf de wereld beter kon maken. Wow, dat was tijdvak 6. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En herinneren, dit zijn slechts globale aanwijzingen. Je moet in je aantekeningen zelf echt de stof induiken. Maar dit was een overzicht. Groetjes.